Schipper geeft de naam van Sabonis. Zult zoeken, die is er niet bij. Arvidas Sabonis, de grote man. Terwijl hier dan Liminaals Griezen, letterlijk en figuurlijk ook, van het basketbal in de Sovjet-Unie verschijnt. Gomelski, dat is de coach. 21 jaar is hij aan de leiding geweest. Is dan in 85 even opzij gezet. Maar is nu teruggeroepen in armoede, zo heet het. Want de ploeg lag een beetje in puin. Zoals vele sportdisciplines trouwens in de Sovjet-Unie. En tussendoor dan hier de opstelling van Griekenland. Met bovenaan het nummer 4. Kekster Nikis Galis. 1,83 meter. De man die op dit moment aan een gemiddelde staat van meer dan 36 punten. Hij heeft trouwens in één wedstrijd 44 punten gemaakt. En op 22 seconden na heeft hij in dit toernooi alle wedstrijden gespeeld, alle 7. Dit is de coach van Griekenland, Kostas Politis. De man die in 42 in Athene hier werd geboren. Die 3 keer kampioen van Griekenland is geweest met Panathinaikos, 2 keer de beker. En die nu hoopt op dat mirakel samen met de supporters. De leiding van de wedstrijd is in handen van de Canadees Richard Steve. En van de Spanjaard Vicente Sanchez. Dat is een grote verrassing, die Spanjaard. Men had op de Fransman Magnini gerekend. Maar die heeft het verkorven bij technisch directeur Turner. En die is niet tot in de finale geraakt. Dat waren de 5 spelers die gaan opkomen voor Griekenland. Galis, Yannakis, Kabouris, Vasoulas en Christodoulou. Dat zijn de 5 spelers die in het toernooi telkens op de vloer zijn geweest. En die hopen natuurlijk deze beker voor de allereerste keer in Griekenland te kunnen houden. Men is al 11 keer in een eindronde geweest. Beste plaats was een 3e plaats in Cairo in Egypte. Terwijl we hier bij de prominenten zijn. Melina Mercouri, de minister van cultuur. Hier is ook Andreas Papandreou. Daar is hij. De eerste minister van Griekenland. Daar de president ook, Christos Sartitakis. We hebben net ook Kostas Mitsotakis zien passeren. Dat is de leider van de politiek. En daar zijn natuurlijk, kijk, daar zijn ze, de namen die ik net heb opgegeven, ook de leiders bij, zoals Bunel, de voorzitter van de Internationale Basketbalfederatie. En Borislav Stankovic, de man die secretaris-generaal is van de FIBA. Dat zijn de prominenten, maar alles moet gebeuren op de vloer, onder het oog van 16.000 basketbalgekken, moet ik zeggen, want er is hier vanmiddag een oproep geweest om nog kaarten te kunnen kopen. Men heeft daar zo'n 8.000 Belgische frank willen voor betalen. Dat is hier 25.000 drachmen, maar niemand die een kaartje had heeft dat willen afstaan. En dat zien we in de achtergrond trouwens. Tot in de nok van de zaal hangen ze, staan ze. Elke vierkante centimeter is bezet. En nochtans moet ik u zeggen dat als de ploeg van de Sovjet-Unie draait zoals in de voorbije wedstrijden en niet met een bang hart vertrekt zoals in de voorronde tegen Griekenland, wel dan zit er een ruime winst in voor de Sovjet-Unie. Ze zijn hier trouwens in alle wedstrijden telkens boven de 100 punten uitgekomen, tenzij dan die ene keer tegen Griekenland hebben ze gewonnen met slechts 3 punten verschil. De Golden Olympics, dat moet het worden in 1996, zoals ik daarnet zei, alles is daarop afgestemd. Dit is het visitekaartje dat Griekenland wil uitsturen. Op dit moment wordt de wedstrijd uitgezonden op 40 televisiestations en er zijn hier 35 landen present. Men heeft hier ook meegedeeld dat gisteren ook Kuwait nog meegedeeld heeft dat men de satelliet heeft vastgelegd voor deze finale. Daar is Gomelski, de man die zeer hoog staat aangeschreven bij de hoogste instantie van de Sovjet-Unie. Hij kan lachen, maar geloof me vrij, die lach verdwijnt straks en die komt alleen maar terug als de Sovjet-Unie straks de beker zal inhalen. Gomelski moet zonder Sabonis spelen, dus een uitdaging heeft daar weer een beroep gedaan op het monument Vladimir Tkachenko, 2,20 meter is die, een man van 109 kilogram. En dat is niet tegen zijn zin, want Gomelski heeft het altijd gehad voor de ploeg van Moskou, voor CSKA. Niet voor Zalgiris Kaunas, de ploeg van de reus van Sabonis. Dat is ook het geval een beetje. En ja, dat is dan meer communautair getint, ook Griekenland heeft daar mee te maken. Daar is de ploeg van Griekenland. Galis heeft veel spelers aangevoerd
uit Thessaloniki, Aris Thessaloniki, de ploeg die trouwens goed bekend is bij Racing Mechelen. Men heeft zelfs gevraagd om daar te kunnen spelen, dat kon niet. En zij hebben nu de hoofdstad veroverd, het zuiden van Griekenland. Dat lijkt hier wat nationale politiek betreft erg belangrijk. Het nummer 4, dat is de man die het moet doen voor Griekenland. Dat is Nikos Galis, 29. En daar met het nummer 11 zien we Vladimir Katschenko, 2,20 meter. Een monument van het vent, kijk eens, daar gaat hij nog 10 centimeter boven Fazlos. Dat is Fazlos die op een foute manier de opgooi naar zich heeft toegehaald. En het is balvoordeel voor de Sovjet-Unie. We zijn weg voor hopelijk een prachtig basketbalspektakel. We zijn hier trouwens aan de 25e finale. Het is dus een zilveren feest voor het Europees basketbal voor landenploegen. Katschenko, een eerste poging en die zit binnen. Vroeger had hij schrik om aan te leggen, was dan gewoon een monument onder de kort. Nu durft hij dat meer en meer doen. Zenuwen moeten dat zijn bij Nikos Galis met de bal buiten. Kort van het vertrouwen is voor de Sovjet-Unie. En met het nummer 12, dat is de man die door de kenners wordt aangewezen als de revelatie. Sharunas Marcelinis is dat. De meest complete speler, zegt men, die rondloopt in het basketbal. Veegteken, eerste fout voor Panagiotis Fazulas in zijn duel tegen Katschenko. Ja, zo'n man komt me natuurlijk niet graag tegen s'avonds als hij boos is. Dan zou men wel een hoekje opgaan. Eerste fout op naam van Fazulas. En er is weinig volk op de bank om te vervangen bij Griekenland. Terwijl Volkov daar de stand op 4-0 brengt. En wat kunnen de Grieken daar tegen doen? Galis snijdt binnen. Eerste fout bij dat insnijden is voor Sharunas Marcelinis. Dit is de coach van Griekenland. Nauwelijks plaats om in te gooien is er voor Christodoulou, met zijn 22, de jongste man op de vloer hier. Daar is hij. Fazulas. Voor een driepunter ging Yannakis weg. En balverlies voor Fazulas. Sovjetten heeft natuurlijk veel meer ervaring in deze sfeer dan de Grieken hier. Stel je maar voor, tiende op de wereldkampioenschappen en kijk maar eens. Goed verdedigd en correct verdedigd, zegt de scheidsrechter. Galis, eerste korf en dan barst hier alles los. Scoort hij? Nee. Ja, de pin van Fazulas. En zo is het ijs gebroken voor Griekenland. Stand 4-2. Ook de coach kan nu even gerust zijn. Maar het is maar een studieronde. Eerste misser van de Sovjet-Unie daar. Het was Tikhonenko. En daar is Galis. Hij heeft nog niet gescoord. Hij heeft een prachtige versnelling. Kijk. Ongewoon wat hij doet daar. En een fout van Katschenko. Onder die hand als het regent ben je veilig. Klauw van een hand Katschenko. En met die klauw heeft hij daar, kijk eens, de arm van Fazulas neergehaald. Zo is de stand in de fouten, Katschenko, Fazulas, 1-1. Christodoulou van ver, drie punten aan binnen. Eerste drie punten uit de wedstrijd. En de Grieken staan voor, 4-5. Katschenko natuurlijk, meester in de lucht. En als men hem veel onder de korf zal houden, zal dat de Grieken wel eens zuur kunnen opbreken. Yannakis door, rebound, Katschenko. Fout van de nummer 6 van Griekenland. Yannakis, de oudste man in de Griekse ploeg, op Galis na. Tomelski. Kijk u maar, de lach die is verdwenen. Houdt hij op zak tot strak. Bal te dribbelen was dat van Gomicius. Die we nog gezien hebben in de dubbele wedstrijd
die Kaunas in België speelde tegen Maccabi Tel Aviv. Gaat eens en even kijken hoe die man plots kan versnellen. Heeft zo die versnelling van Drazen Petrovic in de hand. Van Zula scoort. Dat is mooi gedaan. Volkov kwam verdedigen. En de Grieken blijven 1 punt voor. 4 punten voor Fazula. Dat is voor de Grieken een veegteken als Spaanse scheidsrechter. Ja, het is het nummer 6. Het is Panagiotis, Yannakis. Want niemand kan men missen in deze Griekse ploeg. En er is natuurlijk een dubbele ploeg. Vooral omdat men hier 12 spelers mag opstellen. Fout, zegt de scheidsrechter van Kabouris. Het is de Canadese scheidsrechter die de fout heeft gemeld. En zo komen we bij de Grieken al tot 4 fouten tegenover 2 voor de Sovjet-Unie. En straks mag men verwachten dat Gomelski naar zijn bank zal worden gestuurd. Want hij is niet graag gezien bij de scheidsrechter. Alexander Volkov van CSKA Moskou is ooit op de draftlijst geweest van Atlanta Hawks in Amerika. Sovjet-Unie 1 punt voor. Kachenko, bordenveger, moet gewoon proberen de beste positie in te nemen bij de rebound. Daar komt hij en hij heeft hem op. En de rest speelt man op man. Volkov, Marciulenis, ook eens kijken naar de versnelling van dat nummer 12 als die aan het dribbelen gaat. Galis, Kachenko, mocht geen vinger uitsteken, kon hem ook niet afremmen. Eerste korf van Nikos Galis en Griekenland blijft 1 punt voor. Weg voor een 3-punter, Volkov niet erin, rebound. Kachenko, tip in. Nee, 5 keer ging de klauw naar de bal, 5 keer ernaast. Yannick Kis voor Christodoulou. Kabouris, nee. Harde duel onder de korf en Yannick Kis heeft daar een fout uitgelokt van Komitschus, het nummer 7 van de Sovjet-Unie. Coach van Griekenland claimt daar vrije worpen omdat het een doelpoging zou zijn, maar daar gaat de scheidsrechter niet op in. 8-9 voor Griekenland. 7 fouten in totaal. Galis voor een 3-punter, maar veel te kort. Galis 1 op 4 heeft hij tot nog toe in de pogingen om een korf van 2 punten te maken. 0 op 1 voor een 3-punter. Fout nu van Volkov. En wie in België geregeld naar Belgische wedstrijden gaat kijken, zal wel zien hoe hier streng wordt gefloten. Er zijn onderrichtingen van het hoogste orgaan van de FIBA om geen enkele toegeving te doen wanneer spelers of ook coachen het spel zouden bederven. Er is zelfs een wedstrijd geweest met 68 fouten. Yannakis. Ooit voor 15 miljoen naar Aris Saloniki. Galis, kijk eens. Komt daar zowaar tussen de benen van Marciulenis uitgekropen. 4 punten voor hem. Griekenland 3 punten voor. Tactisch speelt Griekenland zeer keurig. Het is een flexibele zone daarachteraan. Maar Kachenko, dat is het gevaar. 3-punter Jan. Oh, dat was toch te veel gewild dat. Maar het enthousiasme is zo groot. Kunnen daar moeilijke rem op zetten. Volkov. Velverdeler van 2,6 meter. Noteer dat en daar is die Marciulenis. Staat sterk op de voet. En maakt hier meteen zijn eerste korf. Galis. Geschoold in New Jersey.
Weer die prachtige beweging. Iedereen verwacht een voorzet en boven Katschenko gaat hij uit. Hij is daarvoor naar de vijfde verdieping. Maar hij is aan zijn zesde punt en Griekenland drie punten voor. Marcelinus, kijk die plotte versnelling, dat is het wat door de kenners zo wordt gewaardeerd. Balvoordeel Griekenland. Komelski ziet een bijhangen en hij vraagt een minuut. De spelers hebben dat niet gehoord. En die korf telt niet, zegt de scheidsrechter. Ze krijgen een vervanging bij de Sovjet-Unie. De scheidsrechters gaan naar de tafel bij de FIBA-commissaris. Dat willen we nog even volgen terwijl u Komelski en de Sovjet-Unie in beeld krijgt. Er is nog steeds overleg, nog niet bekend of die korf wordt toegestaan of niet. Er is gefloten. En dat is de coach. Zo, de korf wordt niet toegestaan. Gewoon balvoordeel, zegt de scheidsrechter. We blijven op 10-13. Zo, dat is de uitleg van de Canadees Steve Staan Gomelski. Maar hij spreekt vlot Engels, Gomelski. En bij de Sovjet-Unie is Walters ingekomen. Dat is de man daar met de nummer 10, de driepunt specialist. Fout van Volkov. Dat betekent dat de Sovjet-Unie aan de vijfde persoonlijke fout toe is. Kijk, vier, ja, dat is natuurlijk fout. Geen enkele betwisting mogelijk. Val is 29 is hier. 125 keer internationaal en een fout. Nu van Valdemar Šumičius. De coach heeft het natuurlijk naar zijn zin. Fouten vallen aan de andere kant. Komitjes, dat is de tweede. Christodoulou. Rebound Pazulov en bal kwijt. Maar de Grieken zijn natuurlijk niet thuis. Zijn goede 7 minuten gespeeld. Dat is een geschenk. Geschenk voor Jovasha. Man die men ook kent uit de ploeg van Kaunas. Het was een eerste korf. Met die korf van Jovasha, 3 punten, stond de Sovjet-Unie even gelijk, maar nu alweer. Een korf voor Griekenland en daar een prachtige dakgoot van Kabouris. En Pazulov, 4 punten voorsprong voor Griekenland nu. Pazulov is aan 6 punten toe. Nu is men toch dicht bij de waanzin. Oh. Dribbelfout van Volkov, zegt de Spanjaard Sankin. Komitjes op Galis, kijk, boven iedereen uit aan binnen. Niemand kan die man stoppen. Misschien zal daar straks nog Marciulenis opgezet worden. De man die door Gomelski een andere opdracht kreeg toebedeeld bij het begin van de wedstrijd. Hij heeft Galis, de enige die hem heeft kunnen afremmen in de voorronde, maar dan alleen in de eerste helft. Volkov, assist voor Walters en een goede dakgoot van Pazulov. Ja, ja, de Grieken spelen sterk basketbal nu. Alweer een wijziging. Nu komt Babenko in en Volkov gaat naar de bank. Volkov, 2 fouten, 4 punten. Daar is de nieuwe man met het nummer 8. Geen 3 punten, net iets te kort. Katschenko is natuurlijk niet bewegelijk, moet nu
Moet nu terug. Nee, dat was even te veel voor Gallis. Fazulos met een haak aan binnen. Wat is die man sterk, die 13. Heeft in Amerika in zijn college in North Carolina natuurlijk heel wat geleerd. Heeft wereldkampioenschappen niet kunnen meemaken, maar nu ontpopt hij zich hier tot de grote man in de Griekse ploeg. Dat is Marciulenis, die klaar zit om te vervangen. En hij zal wellicht op Gallis worden ingezet. En dat is nodig. Griekenland 5 punten voor, 16-21. Christodoulou, kijk maar eens, Katschenko. Fout van Yannakis, de derde. Dat zal pijn doen in de Griekse ploeg. Yannakis, het wenen was hem naderbij daar. Recordhouder wat selecties betreft, meer dan 200 al voor de Griekse ploeg. Dit is Jovasha. Daarnet is hij in geweest. En het is inderdaad Marciulenis die is ingekomen. Dit zijn de invallers van Griekenland die nauwelijks aan bod zijn gekomen in het toernooi hier. Met Marciulenis. Fazulos kon de bal niet bijhouden. Bal voor de Sovjet-Unie. Yannakis dus, 3 fouten. Totaalstand van de fouten 6 voor de Sovjet-Unie. Terwijl Fazulos daar een prachtige dakgoot zet. Dat is de tweede al op Marciulenis. Katschenko en een fout van Fazulos. Ja, je kan tegen Katschenko niks beginnen. Hij is zo groot. Hij is zo breed. Fazulas die niet van de zwaarste is, die kan gerust een ander pak aantrekken achter Katschenko. Dat zal niemand zien. En daar het enige wat overblijft is inderdaad Yannakis naar de bank halen met 3 fouten. En voor hem komt Ioannou in. Ook 29, komt van Panathinaikos Athene. Is een ingenieur. En is afwezig geweest op de Mundial. Gallis wil een fout uitlokken van Babenko. Dat lukt hem ook. Maar het had misschien nog beter geweest. Een korf en een fout. Dat kon 3 punten opleveren. Kijk. Het was een dubbele fout zelfs. Nu kan Gallis daar hooguit 2 punten uitmaken. We zijn op kleine 10 minuten van het einde van de eerste helft. En de inbreng van Yannakis kan ons een aanwijzing geven of Griekenland in staat is om de Sovjet-Unie op te vangen. Gallis bij zijn 9e punt. Griekenland 6 punten voor. En binnen. Wat de vrije worpen betreft heeft hij een gemiddelde van 71% over het ganse toernooi. Marciulenis. Kijk maar zo die prachtige versnelling. Goed verdedigd van... oh, en dan een foutje. Yannakis pikte de bal mee, maar kon hem niet onder controle houden. Sovjet-Unie is nu over de kaap van de 7 fouten. Walters. Dat brengt zijn gemiddelde op 1 op 5. En dat zijn voor hem ook de eerste punten. Katschenko even de pinker tussen. Bal kwijt Fazulas. En een fout van Yannakis. En zo staan we gelijk. 7-7 wat de fouten was betreft. Walter. Marciulenis krijgt een ongewone rol van Gomelski. Terwijl een nieuwe vervanging wordt aangekondigd
bij de Grieken. Al is mooi de baseline afgeschermd. Fout bij dat insnijden van Marciulenis. De fout is van Fazulov. En dat is ook zijn derde. En nu gaat de zon hier toch even onder voor de Grieken. Drie fouten voor Fazulov. Drie fouten voor Yannakis. En dit is Marciulenis. ...22 jaar, gaat volgend seizoen bij Vilnius weg en zal bij Sabonis gaan spelen. Zalgiris kan. Hij heeft tot nog toe 3 punten gemaakt. 4 punten voorsprong nog voor de Grieken. Tactisch blijft het bord ongewijzigd bij de Sovjet-Unie. Was een mooie dakgoot daar. Galis kan natuurlijk niet altijd boven die 2,20 meter van Katschenko uitklimmen. Fazulov, ja ja. Prachtige weerstand van de Grieken toch. Blijven 6 punten voor. Daar gaat Galis op de fastbreak. Nee. Walters is, kijk, Galis op zijn best nu. En een fout van Walters. Hier komt Galis, had misschien kunnen passen naar Fazulov, die stond links helemaal vrij. En Walters in de fout. Het is zijn eerste. En op de vrijworplijn komt de man die de Gekster als nickname heeft gekregen. 2-2 op de vrijworpen, een 4-9 in de gewone worpen. En wat de 3 punten betreft, 0-1. 11 punten voor Galis. Dat is de beste scorer. Europees kampioenschap 81, 83, wereldkampioenschappen 86. Alleen is die man natuurlijk een laadbloeier. En zal hij over een paar jaar wel zijn diploma niet op het basketbalveld, maar elders moeten verzinnen, van hij is namelijk dokter in de economie. 1927, 8 punten voorsprong voor Griekenland. Het mirakel is al, terwijl daar een driepunter op het bord komt voor Iovashi. En dat is een derde al. 3-3 voor de driepunter. Dat is nummer 13 van de Sovjet-Unie daar. Balverlies. Marciulenis. Daar is hij nu weer. Nee, nu gaat Walters. Rebound is voor de Sovjet-Unie. Balvoordeel. En we zijn op 22-27. Nog 5 punten voorsprong voor Griekenland. Fout van Memos Yonanou. Tweede keer dat hij er zo wild in gaat. En dat levert hem meteen zijn tweede persoonlijke fout op. Totaal al 17. Terwijl nu een nieuwe vervanging komt. Romanides met het nummer 10 gaat erin. En Gabouris gaat eruit. Gabouris van Bagrati Athene. De andere man is van Aris Saloniki. Dat is de ploeg van het nummer 4 daar. Van Nikos Galis. Marciulenis, wat een gemak in het omzetten van die vrijworpen. Het kan zijn 5e punt worden en zo is het ook. De Sovjet-Unie nog 3 punten achter nu. De Grieken zijn wat stilgevallen. Het komt natuurlijk omdat het nummer 13 voorzichtig moet zijn met zijn 3 fouten. Vooral zorgen dat hij... Kijk, kijk, Galis weer met zo'n nummertje. Oh, mooie assist was dat voor
Romanidis. En een fout voor Valery Tikhonenko, die nog niet in het stuk is voorgekomen. Tegen de verwachtingen in toch. Vazoulas gaat er nu uit. Dus de twee spelers met drie fouten. Dat is een gok van de coach. Kan zich niet veroorloven dat Yannakis of Vazoulas een vierde fout zouden krijgen. En nu ligt het gewicht van de wedstrijd volledig in handen van Nikos Galit. Romanidis pas ingekomen. En heeft daar zijn twee vrijworpen gescoord. Brussel meldt me nu, dames en heren, dat het beeld is uitgevallen. Klank komt nog wel door. Ik blijf dan maar, laten we het radiocommentaar heten, voortgeven. Wellicht komt dat zo gauw mogelijk in orde. Ik probeer dat hier wel te melden aan de technici van de Griekse televisie. Maar die staan hier ook te huppelen. Ja, men belooft dat men er wat gaat doen. Ik geloof er niet veel van, want vijf punten voorsprong voor Griekenland. Dat kan hen allicht meer boeien dan de onderbreking van het beeld naar Brussel toe. Grieken spelen nu duidelijk op hun wilskracht. Daar komt het nummer 7 in een poging. Kabouris om de bal te pakken. En brengt Gomelski nog maar eens een wijziging aan in zijn ploeg. Nu gaat Jovasha eruit. Dat is de man die 3 op 3 heeft bij de driepunters. En komt voor het eerst Tarakanov erin. Daar is hij, een man van CSKA Moskou. ...26-31 is de stand in het voordeel van Griekenland. En wat had ik voorspeld van de technicus, die staat hier natuurlijk alweer recht op de stoel naar het basketbal te kijken. Ah, voilà. Dankjewel Brussel. We zijn weer weg. Met een fout heeft de scheidsrechter gezien van Agirios Kabouris. En de coach en de 16.000 Grieken gaan er natuurlijk niet mee akkoord. Hoe zou het zelf zijn? Dit is de tweede voor hem. Dit is Viktor Pankraschkin. 2 meter 15, die net is ingekomen. En het is spijtig voor de stoel waarop hij op zit. Maar Vladimir Katschenko is even terzijde genomen door Gomelski. 27-31 en daar blijft het voorlopig bij. Marciulenis is met zijn 7 punten nu de topscorer op het veld. De beste afwerker bij de Sovjet-Unie, Jovasha, zit op de bank. Dat was zwakjes van Kabouris, Galis. Kijk maar eens wat hij doet daar. En dat gaat erin ook. Dolt daar gewoon met de man die 18 centimeter groter is dan hij, met Pankraschkin. En scoort hier zijn 16e punt. 16 van de 33. Griekenland 6 punten voor. Ja, nu zijn ze echt door het dolle heen. Daar een incident daar. En de scheidsrechter zit er op de knieën bij. Die heeft het dus kunnen volgen wat er gebeurd is. Dat zal de gemoeder nu natuurlijk nog wat meer ophitsen. Daar gaan we volgen. Daar gaat de scheidsrechter, Galis kan niet bij de bal. En dan een botsing met Marciulenis. Kijk maar eens. En het is de final countdown van Yonandu. Scheidsrechters komen naar de tafel om de beslissing mee te delen. En Gomelski heeft een minuut gevraagd. We gaan nu even de punten doornemen, terwijl we toch een onderbreking krijgen. Nog eens. We kijken hier toch naar Nikos Galis. Hoe de man daar, dat is denk ik zijn laatste golf. Ja, Pankraschkin, kijk maar eens wat hij doet. Een schijnbeweging. En nog één. En nog één. En een derde. En dan, terwijl hij landt,
scoort hij. Grote klasse is dat, wereldklasse in basketbal. Een beetje geluk wat het huppelen van de bal betreft, maar wat een prachtige beweging van Nikos Galic. Pazulas nog, daar komt hij, gaat inkomen, nog een kleine 5 minuten. Is natuurlijk een gok, want als die vierde fout valt, dan kan dat zwaar doorwegen. 6 punten voorsprong voor de Grieken. Totaal al 19 fouten. Galic, voorlopig de man van de match toch met zijn 16 punten. Rond Marcelenis. Alsjeblieft Yonanu, en die scoort niet. Walters. Je pint Pankraschkin en die is binnen. Yonanu, gestalte heeft Griekenland nu duidelijk tekort. Ook Katschenko is weer ingekomen. Nu staat men daar met een toren van 2,20 meter en een van 2,15 meter. Galis met de lift weer boven Katschenko. Nee, maar mooier binnen van Kabouris. En een fout bovenop. Zegt de scheidsrechter van Pankraschkin. Gelukkig maar voor Katschenko was het niet van hem. Kijk, dat komt hier. Ja, ja. Ik had ze aan Katschenko gegeven. Maar ze komt op naam van Viktor Pankraschkin. En dat is zijn eerste. 29-35. 6 punten voorsprong voor Griekenland. 2 puntjes staan al op naam van deze man, van Argyrios Kabouris. De pivot van Pagrati Athene, en die kans gaat verloren om Griekenland 7 punten voor te brengen. Marcelenis. Beetje zwakke partij toch, tot nog toe, de man die nu in balbezit is. Pazulas, nummer 13. Ja, ja, balverlies, Galis, rond Walters, rond Marcelenis ook. Ja, die begaat een fout. Het is een nachtmerrie die Galis. Als hij in balbezit komt, dan slaat de Sovjetten nu gewoon door. Kijk, er komt hij. Marcelenis zal natuurlijk de hand van Galis hebben gegrepen. Het scheidsrechter heeft dat gezien. 1-1. Als de eerste vrijworp binnengaat, dan mag hij een tweede nemen. De vrijworpen heeft het tot nog toe 4 op 4 gescoord, die Galis. Dat is een fout van het nummer 12 van Dritsov. In de bucket en zo blijft Griekenland op 29-35. Mislukte haak van Katschenko. Wie heeft de bal? Tarakanov. Marcelenis is binnen. Was wel vrij. En Sovjet-Unie komt terug nu. Dat is de man die nieuw is ingekomen, Andritsos. Pazulas scoort niet. Balvoordeel Griekenland. Dan 32-35. De Grieken zijn weerbaar, zeer sterk. Maar het inbrengen van Pazulas, dat is voor mijn grote kop. Vooral omdat die Katschenko er weer op staat. Yonanu. Ja, ja, voor Andritsov. Zijn 4e punt. En het verschil is weer 5 punten. Tarakanov. Andritsov. Oh. Kabouris sneed mooi binnen, maar niemand had dat gezien. Het fluitsignaal ging. Iedereen verwachtte, iedereen bij de Grieken natuurlijk, verwachtte een fout van Katschenko. De scheidsrechter heeft een loopfout gezien van Kabouris. Balvoordeel Sovjet-Unie. Verschil blijft
3 punten. Sarakanov. Marciulenis voor een 3-punter. Niet erin. Rebound is voor Tarakanov. Oeh, Mazulas. Dat was op het randje van een fout. En Gomelski gaat de wedstrijd nu beter beheersen. Achterstand van de Sovjetunie nog 1 punt. Maar we zijn op 1 minuut 45 van de rust. En niemand had dat verwacht. Mazulas is zeer voorzichtig. Geschoold in Amerika natuurlijk. Galis nog eens. En de bal blijft klemmen tussen de ring en het bord. Dat betekent springbal. Maar de Griekse coach heeft eerst nog een minuut gevraagd. Hier komt de worp van Galis. En zo zit de bal klem en komt er een springbal van. Daar gaat Kostas Politis nog eens uittekenen wat er moet gebeuren. Nog 1 minuut 28 is er te spelen. Wat de punten betreft voor de Grieken in totaal krijgen we hier 75% vrije worpen. 53% gewone worpen. 25% in 3 punten. Dat is natuurlijk erg weinig. 1 op 4. Voor de rest is het computer en informatica geblazen hier met een team alsjeblieft van 32 man. Die instaan voor al die gegevens. Ook dat moet bijdragen tot Athene 1996. 1 punt voorsprong nog voor Griekenland. Springbal is voor Gobberov met het nummer 5. Is ingekomen en Fazulas. Als ze nu een goede setplay hebben. Oh, en Yannakis is ingekomen. Oh, wat probeert hij? Zomaar onmiddellijk een 3-punter. Weer een gok van de coach. En men zegt van... ...die zijn van de Verenigde Staten. Wel, wanneer men dat doet, 2 spelers met 3 fouten inbrengen met nu nog minder dan 1 minuut te gaan. Wel, dan neemt men risico's. Balverlies Galis. Daar is Yannakis, moet eraf blijven of hij krijgt zijn 4e fout. En dat is precies wat ik wilde aangeven. Men kan de spelers niet meer aan bod laten komen dat die 4e fout boven het hoofd hangt. En komt er dan toch eens een ongelukkige beslissing van de scheidsrechter. Wel, dan kan men uitgeteld zijn voor de rest van de wedstrijd. Het is een gok. 2 spelers met 3 fouten. Ook de laatste seconde laten meenemen van de eerste helft. Bij ons zou het helemaal anders gebeuren, maar het zal misschien met de coachen zijn zoals met de doelmannen. Je bent maar goed als je geluk hebt. En dat geluk heeft Politis hier in dit toernooi zeker al gehad. Nog 48 seconden. Yannakis. Griekenland 2 punten voor. Nu kan hij geen 3-punter proberen. Walter staat ervoor. Wat gaat men proberen? Snijdt binnen? Nee. Geen ruimte voor Fazulas. Oh, een moeilijke positie was dat. Rebound is voor de lange mannen natuurlijk. En nu gaan de Sovjet-Unie heeft nu rustig de tijd om de 30 seconden uit te maken. Er waren nog 28 seconden te spelen toen ze in balbezit kwamen. Dat gaan ze allicht doen nu. Ze zei, ja, Walters die kans nog rijp. Het wordt nu 41-40. Lang geleden dat de Sovjet-Unie nog... voor is geweest, Yannakis kan die scoren. Nee, en van wie is de fout? Van Tkachenko. Gaan we hier zien, Yannakis gaat door, snijdt binnen. Daar komt hij, Walters er eerst naartoe. Kijken, dan Tkachenko, ja, het is gelukkig kan hij nog voortdoen, want hij klapte tegen de hand van Yannakis. Er is nog 1 seconde te spelen. Gomelski heeft dat ooit meegemaakt dat er nog 3 te spelen waren in München. Maar met 1 seconde zal hij allicht niks kunnen doen. Yannakis kan met zijn vrije worpen Griekenland wel aan de leiding brengen. In de vrije worpen heeft nog geen enkele mogen gooien tot nog toe. Dat is een 1-op-1 voor hem.
Het is zijn vierde punt. Dit kan zijn vijfde worden. Ja, ja, wat een gemak. Wat een zelfverzekerde man op de vrijworplijn daar. Nu begint de klok te lopen als de bal aangetikt wordt door iemand van de Sovjet-Unie. Hij is niet voor Pankraschkin, wel voor Fazulas. En we kunnen meteen gaan rusten met 41-42. En met een veelbelovende tweede helft nog. Onwaarschijnlijk wat hier gebeurt. Als ik mag vergelijken, dan zit deze wedstrijd in dit verloop erg dicht bij dat onwaarschijnlijke slot van de 3 seconden op de Olympische finale in München. Hoe deze ploeg, Griekenland, tiende pas op het wereldkampioenschap, zelfs niet gekwalificeerd voor het Europees kampioenschap, alleen mogen meedoen als organiserend land. Hoe deze ploeg de Sovjet-Unie naar de tweede helft brengt met 1 punt achterstand, het is onwaarschijnlijk. Wij kijken hier nog even naar mooie doorbraak van Walters. Terwijl Gomelski nu aan Gomisius een extra training oplegt. Die man moet nu proberen om in betere conditie aan de tweede helft te beginnen. Hij heeft slechts 2 persoonlijke fouten gemaakt in de eerste helft. Geen enkele korf, geen enkel punt. Overzicht van de wedstrijd hier. Het is misschien allemaal wat ingewikkeld, maar voor de technici kan dat toch meetellen. Sovjet-Unie, wat de 3-punters betreft, 45%, 5 op 11. Griekenland 2 op 5. Rebound 18-16, bijna gelijk. Assist 4 voor Griekenland, geen enkele voor de Sovjet-Unie. Blokshot, dat staat volledig op naam bijna van Fazulov. En dan balverlies, 2x6 aan weerszijden. Foutenlast 12 voor de Sovjet-Unie, 10 voor Griekenland. Ik geef nog graag de punten mee voor de Sovjet-Unie. Volkov staat met 4, Tarakanov met 2, Walters 9, Katschenko 4, Marcelenis 10. Jovasha 9, Pankraschkin 3 voor Griekenland. Dan Gal is de absolute topscorer met 16 punten. Yannakis 5, Kabouris 2, Romanidis 2, Andritsos 4, Fazulas 10 en Christodoulou 3 punten. Dat is het voor deze eerste helft. Een prachtige eerste helft naar mijn gevoelen, dames en heren. Wij geven elkaar aan de voet. Straks we gaan nu jukebox steken en u krijgt van Brussel uit nog wat heerlijke muziek. Over naar Brussel. Gelukkig. De enige man die in de eerste helft 20 minuten heeft gespeeld. Ja, ja. Mochten we dat kunnen vertraagd terugzien. Marcelenis met het nummer 12 dacht handig te zijn. Wilde een aanvallende fout uitlokken van Gallis. Maar scheidsrechter liep daar niet in. Niet alleen 2 punten komen erbij voor Nikos Gallis. Dat zijn er dus 18 nu. Maar een fout bovenop voor Marcelenis. En dat is voor hem zijn derde. En dat is een vrije worp die hij mist. Het is een tweede al. 4 op 6 heeft er nu in de vrije worpen. Daar is Marcelenis. En een korf van Gobberov, 2 meter 10. De nieuwe man van Moskou, CSKA Moskou, 21. En hij maakt hier meteen zijn eerste punten. Zo staat de Sovjet-Unie nu weer 1 punt achter. Galit. Fazulas. Mooi, Katschenko durfde geen vinger uitsteken, kon daar ook niet tegen beginnen. Maar Marcelenis, en dat is een fout van Christodoulou. Daar komt Marcelenis, ja ja. Even een fiere borst opgezet Christodoulou, maar als dat tegen een tegenstander is in het basketbal, levert dat een fout op. Zit aan 75% voor zijn gewone worpen en voor de vrije worpen, zoals we daarnet heel vlug konden zien, die zijn nu aan een 4 op 5. Zo zijn we meteen bij 46-46, standgelijk. Galic geraakt niet door langs de baseline. Het is een ploeg op zichzelf. Kabouris, eerste worp en die gaat binnen. 6e punt voor Kabouris. Van Pagrati Athene, Gomelski. Yannakis door, Gallis op de fastbreak en binnen. Stadion door het dolle heen nu. 4 punten voorsprong voor Griekenland. Als men de Grieken dat laat doen, dat hebben we deze week nog gezien in de voorronde hier.
Wel, dan kan ik u vertellen, dan wordt de Sovjet-Unie geklopt. Men mag ze niet laten draven. Moet gewoon proberen om ze op te vangen. Dat lukt hem niet. Karakanov gaat naar de bank. Sergej Karakanov van CSKA Moskou. En hij wordt vervangen door Jovasha. Daar staat hij, het monument. Vladimir Kachenko. 29 jaar, de pivot van CSKA Moskou. Heeft natuurlijk al voor heter vuur gestaan. Het is een eerste vrijworp uit de wedstrijd. Zet hem ook om. Maar in de gewone worpen heeft hij straks een 2 op 6. Dat brengt zijn punten totaal op 6. 2 punten verschil zijn er. Vazulas. Fout van Kachenko. Zegt de Canadees Steve. Dat worden 2 vrije worpen voor Panagiotis. Vazulas, 24 jaar, 2 meter 13. Vertrekt na dit kampioenschap alweer naar Amerika om er met zijn college te gaan spelen. Markeert dan wel terug om met PAOK Saloniki de Griekse competitie af te werken. Was in 83 een van de jongste, maar ook van de beste spelers op het Europees kampioenschap. In Nantes, terwijl Marciulenes daar een assist uitdeelde voor Jovasha. De man die naar de bank is gemoeten en die toch al aan 11 punten staat in de weinige minuten die hij heeft gespeeld. 50-50, we zijn gelijk. Kabouris. Vazulas, die lacht met Kachenko. De Amerikaanse scholing heeft er natuurlijk veel mee te maken. En het is nu zeer duidelijk dat die Kachenko nauwelijks in staat is om Sabonis te vervangen. Groot en sterk dat wel, maar is veel minder beweeglijk. Assist voor Gobarov. En we staan weer gelijk. We staan gelijk ook in de fouten. 2 voor Sovjet-Unie, 2 voor Griekenland. Galis wordt nu goed opgevangen door Marciulenis. Al staat hij aan 20 punten. Janakis, Walter, en die heeft het moeilijk om hem te houden. Gobarov, rebound, Walters weg. Balvoordeel Sovjet-Unie. Kijk, en nu pas stap Kachenko het beeld binnen. Het moet een rem zijn op de ploeg, maar ja, men heeft hem nodig voor zijn gestalte. Daar heeft hij de bal. Het was Ivan Go voor Marciulenis en een fout voor Kabouris bovenop. Het worden nu bange minuten voor de Grieken. Marciulenis is hier aan zijn 15e punt toe. Mag nog een bonus vrije worp nemen. En voor Kabouris is dat de 4e fout. Christodoulou met het nummer 15 is naar de bank geroepen en wordt vervangen door Andritsov. Dat zijn 16 punten voor Marciulenis. Ontzettend gemakkelijk gooit hij die vrije worpen binnen. En er wordt hier net meegedeeld dat de journalisten de Golden Five hebben verkozen. En dat daar, terwijl een korps van Kabouris komt, aan de leiding Galis staat van Griekenland en op de tweede plaats Marciulenis van de Sovjet-Unie. En dat is dik verdiend. Het is een voorrecht dat wij precies die twee spelers ook in de finale te zien krijgen. Marciulenis, Janakis, veel te kort. Oeh, Vazulas moet voorzichtig zijn tegen Kachenko. En nu 2 tegen 1, wat doet Galis? Assist voor Vazulas en zelfs geen fout.
Dat is een buitenkansje dat verloren gaat voor Fazulas. Maar ja, de man zal ook misschien stilaan moe worden, terwijl Kabouris, die met 4 fouten staat, wordt vervangen door Christodou. Ja, dat was goed bekeken door de scheidsrechter. Precies op de bal geklopt, als het mocht. Giannakis. En de Sovjeten die 1 punt voor. Balverlies, Giannakis. Ik zei daarnet al, het worden bange minuten voor. Als ze hier doorkomen, dan kunnen ze alles aan. Fout van... het nummer 15 van... Christodoulou. Jovasha. Spelen die niet erg gewaardeerd wordt, maar de minuten die hij is mogen inkomen, heeft hij goed besteed. Komelski. Staat 1 punt voor. Het ziet er al wat beter uit dan in de eerste helft. Ik krijg de indruk dat de ploeg uit de Sovjeten nu wat meer evenwicht gevonden heeft. Foute worp. Jovasha, rebound, Giannakis. Gallis. Boven Walters uit en binnen. Het is een scoremachine. En ze moet zelfs niet opgeladen worden. Er zit altijd een projectief waar. Gouden werphand heeft die Nikos Gallis met zijn 22 punten nu. En de Grieken 1 punt voor. Vasha, tip in van Katschenko. 2,20 meter, even van de grond en daar nog een lange arm bij. Dan kan je niet mis natuurlijk. Fazulas toont eraan de scheidsrechter dat hij zelfs een greep in de hals heeft gekregen. Het zal wel in die bikkelharde duel onder de korf. Kal is op het randje van een aanval op de fout, maar weer binnen. Onstuitbaar. Aan zijn 24e punt is hij toe. En Griekenland weer 1 punt voor. Weerbaar, saai, prachtig zijn ze de Grieken. Op clubniveau komen ze nauwelijks een hoofdstuk voor. Terwijl Fazulas daar Gallis kan uitsturen weer. 1 tegen 4, oh nee, dat zou toch wat veel geweest zijn. Christodoulos en de fout is van Walter. Weer stormen die 16.000 mensen hier echt achter hun ploeg aan. Opgezweept worden ze de Grieken, Gallis weer. En daar de... precies op dit moment van Walter. Die fout de Sovjeten. Maar geen vrije worpen, er is wel een vervanging gemeld. Gobberov gaat eruit bij de Sovjetunie. En Gallis, dat was onmogelijk om Fazulas en die gaat daar toch weer erg onhandig in de fout. Knietje vooruit. En ik weet niet of wij, kijk, Gallis gaat hem als een echte volleerde prof tot kalmte aanmanen. We gaan dat hier zien. Gallis, de fout is van Gallis natuurlijk. Misschien is hij dat gaan vertellen. Kijk, en hier komt de fout. Ja, knie vooruit. De beslissing van de scheidsrechter is heel correct. En nu nog eentje en hij ligt eruit. Wat gaat de coach doen? Hij zal er waarschijnlijk afnemen. U kan niet het risico lopen. Maar aan de basis ligt natuurlijk de slechte voorzet van Gallis. Het wezen hem... vergeven, want die man heeft al zoveel gedaan. Staat trouwens op 24 punten. Hartstikke leven. Boven Giannakis niet erin. Rebound. Katschenko bal kwijt. Balvoordeel Griekenland. Christodoulou. Fazulas in goede positie doet het alleen en scoort niet. Te egoïstisch bekeken. En nu komt het antwoord. Assist voor Katschenko. Even met de bal de hoogte in. En de Sovjeten nu staat 1 punt voor. Grieken laten zich natuurlijk zo erg meeslepen door hun publiek hier. Vooral die Christodoulou heeft daar een, met het nummer 15 hier een onvergeeflijke fout. We gaan af moeten passen. En Fazulas gaat eruit en we krijgen voor het eerst Nikos Philippou te zien met het nummer 11. Bij de Sovjet-Unie
maakt Tikhonenko zijn opwachting. ...59-58. Een finale zoals er in de voorbije jaren maar weinig zijn geweest in het Europees kampioenschap. Gewoon omdat die heerschappij van de Sovjet-Unie toen zo sterk was. Maar nu tegen dit bescheiden Griekenland hebben de Russen het moeilijk. We zijn al meer dan 7 minuten onderweg. Kallis, Marchlenis valt. En de vierde. Ik vind het een knappe leiding van de twee scheidsrechters. Men heeft uit Amerika, kijk hier komt Gallus, dat is duidelijk een fout van Marchulenis. Uit Amerika en Canada zogezegd neutrale mensen laten overkomen om ze aan te vullen met de beste Europese scheidsrechters. Wel, het is een goede zaak geweest. Keurig basketbal gezien. Terwijl Christodoulou nu verdwijnt en door Andritsos wordt vervangen. 59-58. Op de vrije worplijn. Kabouris. Maar mag ze niet gooien natuurlijk. Gewoon een inworp. Op nummer 7 staat hij daar, Kabouris. 4 fouten. Kallis door. Kan hij toch nog door? Nee. Scheidsrechter heeft een fout gezien van de man achteraan daar. Van Valerie Tikhonenko, zwakke wedstrijd, 2 fouten, 0 op 2 in zijn worpen en geen enkel punt gemaakt. Zo, we zijn bij 59-58. De twee ploegen hebben 5 fouten. Hier wordt dus gemeld dat Marchulenis, Kabouris en Fazoulas, heb ik daarnet meegegeven, met 4 fouten staan. Maar van die 4 staat Fazoulas niet op het veld. Topscorer in de wedstrijd is Gallis met 24 punten. Marchulenis met 16. En met 12 punten. Fazoulas met 11 punten is dat Jovasha. De man die erg ondankbaar wordt behandeld, toch wel door Gomelski. Rebound natuurlijk Kachenko. De man heeft 2 verdiepingen op overschot tegenover de tegenstander. Hellas wordt geschreven. Terwijl Nikos Gallis nu zijn totaal van 24 punten wat kan aandikken. Is voor hem, is ongebruikelijk al, de derde misser van op de vrijworplijn. 4 op 7 heeft hij. En dat is 5. 5 op 8 natuurlijk. 59-59. Zeer beheerst van Walters. Kachenko vlucht weg. Wat de gestalte betreft, deze man moet nu zijn toevlucht zoeken naar Yannakis. Want in de lucht mislukt de driepunter. Het is een beetje een veegteken als Yannakis wil forceren met de 2 punten achterstand. Kachenko, Kabouris moet nu verdedigen op Kachenko en die heeft 4 fouten. Balvoordeel Griekenland. Als de trap gaat voor Gallis en die heeft natuurlijk Jovasha niet gezien en dat wordt, in plaats van een korf, een assist voor Komitschus. Die man heeft de ganse rust moeten straftraining afwerken van Gomelski, is nu mogen inkomen. En hij maakt hier met deze worp zijn eerste punten. 4 punten afgestand voor Griekenland. Het waren de moeilijke minuten, dat was duidelijk. En de coach is uitgeput, heeft zijn materiaal opgebruikt. Kan u misschien nog voor een joker zorgen. Romanides heeft het niet zo slecht gedaan in de eerste helft. Misschien mag die komen, maar in ieder geval. Daar komt hij, Michailis Romanides, 21. Stond op zijn 17e al in de nationale ploeg. En deze man, Filippo, heeft niet gebracht wat de coach ervan verwachtte. Maar het moet nu gebeuren voor Griekenland. Kabouris onderdoor en balverlies.
Wedstrijd begint te wegen. Jovasha weer goed opgesteld. En dat is een fout. Meldt scheidsrechter. Steve Zuid-Canada. Geen korf, geen vrije worpen. En Gomelski die mag bijna gerust zijn nu. 4 punten voorsprong voor de Sovjet-Unie. Een van de nuttige spelers daar, die Jovasha. 11 punten, heeft nauwelijks 10 minuten gespeeld. En een fout meldt de Spaanse scheidsrechter van Galis. Dat is zijn tweede. Ook het publiek is wat stilgevallen. We begrijpen natuurlijk dat het niet kan blijven duren. Kabour is. Fout van Jovasha. En dat is zijn eerste. Dat is nummer 13 al. 1 op 4 in de gewone worpen, maar 3 op 3 voor de 3 punten. Griekenland is al aan de 7 fouten toe. Voor de Sovjet-Unie staan er 5 op het bord. Achterstand 4 punten. Alles is nog mogelijk, maar het wordt ontzettend treurig. Janakis. Die Galis. Kabour is ernaast. Romanidis. Fout is dat van Komitschus. Voorlopig niet in beeld, de man, daar is hij, de man met het nummer 7. We gaan dat nog eens zien. Zit daar een beetje verstopt achter. Kabouris. Het is deze man, Romanidis, die mag op de vrijworplijn komen. 21. Speelt bij de ploeg van Nikos Galis, de scoremachine bij Aris Saloniki. 4 punten achterstand Griekenland. Kunnen er eventueel maar 2 worden. De bal draait eruit. Het was voor Romanidis een enige kans om zijn totaal op 3 punten te brengen. Dat gebeurt nu. Zullen de Grieken door hun geestdrift, hun inzet, hun wilskracht, de vermoeidheid kunnen wegwerken? Het zal nodig zijn. Tip in van Jovasha weer, het nummer 13. Nou ja, Gomelski mag hem gerust een assistie sturen. Wat die bescheiden man heeft gedaan, kijk, komt hij nu in. Tip in doen, mooi. Tevoor kan komen. En zo is het ook. Voor Jovasha is het al het 14e punt. Hij is op 2 punten na topscorer. En heeft alles samengenomen misschien 12 minuten gespeeld. Zes punten achterstand voor de Grieken. Romanidis. Galis blijft wat hangen nu. Alle wedstrijden gespeeld. De enige die ook in de eerste helft niet op de bank is geweest. Fout natuurlijk. Goed getimed. Van Yonanu. Kon niet anders dan fout worden. De verdediger was al, kijk, dat gebeurt hier. De lucht in en landt dan natuurlijk. Contact. Terwijl Kabour is nu door de coach. Wordt weggehaald. Ook Romanidis. En 15 en 13 komen in. Dat zijn Christodoulou en Vazulov. En Katschenko. Die komt in om Goborov te vervangen. 66-60. Dat is Yonanu van Panathinaikos Athene. Burgerlijk ingenieur. 28 keer internationaal, heeft de mondiaal niet meegemaakt. En hij maakt hier meteen zijn eerste punt. En dat blijft erbij, voorlopig toch. Oh. Christodoulou dacht dat er gefloten was en gaf de bal cadeau aan Walters, die meteen een 3-punter scoort. Dat zijn 14 punten en dat brengt de Sovjet-Unie 8 punten voor. Het was duidelijk dat de Grieken wat vermoeid werden. Galis vraagt ook minder de bal, zit in de greep van Komitschus. Kijk, daar komt hij nog bij de bal, onderdoor. Tweede man komt helpen, Jovasha, en Galis kan niet door.
Mislukt de tip in. Bal blijft binnen. Katschenko. Oh! Dat moet erg aankomen. Elleboog van Katschenko tegen Yannakis. Kan er niks aan doen, zegt de man. Ja, als je daar met je 2,20 meter staat en Yannakis 1,92 meter. We zagen het van hier gebeuren. Kijk, daar komt hij, komt aan. En zo, net als een voorhamer, klopt die elleboog van Tkachenko op het voorhoofd van Yannakis. Die zal dromen vanaf van die gesnorde man. Lap. Oh, dat is zeer erg. Dat zal pijn doen. Hij heeft zich verontschuldigd, Tkachenko. Yannakis is weer recht. Dat is de computertaal van Yannakis. Het is zo vlugweg dat ik het toch nog wel even wil doornemen. Hij heeft 5 punten, staat met 3 fouten. Hij heeft 2 vrijworpen omgezet. En 1 3-punter op 5. Lachen. Dat is zoveel mooier dan. Maar nee, scorebord interesseert hem. 69-61 ziet hij voor zich uit. En Yannakis is weer op het veld. En het incident is voorbij gegaan, maar aan de tweede herhaling te zien was Katschenko toch niet zo actief. Er was inderdaad nogal, er zat nogal wat kracht achter die stoot. Scoren is nu duidelijk in het voordeel van de Sovjet-Unie, 69-61. Het publiek staat als één man achter Griekenland, want de mensen weten hier, zelfs als Griekenland verliest, dan is de prestatie nog uniek. Mooiste prestatie uit de geschiedenis van het basketbal ook voor de Grieken. Daar staat Valdemar Schoumichos klaar, 27 jaar, 1,90 meter. Werd ooit ontdekt op de wereldkampioenschappen in Cali in 82. En we hebben nog 9 minuten en 23 seconden te doen. Van Kraschkin is ingekomen. Dat betekent dat Gomelski nu met wat men ook in België zo vaak de drievoudige dubbele meterlijn uitpakt. Katschenko, Pankraschkin en Jovasha. Daar is Jovasha. Bijzonder nuttig. Katschenko, Pazuwas achter zich, heeft 4 fouten. Mislukte tip in van Jovasha. Die wil daar een fout uitlokken. Galis voor een 3-punter. Nee, nee, nee. Hij wordt moe. De scoremachine moet geolied worden. Yannakis voor een 3-punter ook ernaast. Een balvoordeel voor Griekenland. Het is mooi geweest natuurlijk. Tot de 9 minuten voor het einde nog de Sovjet-Unie kunnen bedreigen. Galis rond. Kijk, in zijn beste positie had hij zelf naar doel geworpen. Nu gaf hij nog een onverwachte assist voor Pazulas. En die kon daar geen gebruik van maken. Wat ook het resultaat is voor de Grieken. Het basketbal heeft hier gewonnen. Kallis. Ze lopen met schrik nu. Christodoulou van ver. Kallis bij de rebound. Rond Katschenko. Ja, ja. Even de hand uitsteken. En dat is een dakgoot. Een dakgoot dan die van de 5e verdieping komt. Daar gaat Kallis kijken. Nou ja, op het randje van de fout toch. Maar het is gewoon een inworp. Dat is de coach van Griekenland. Ik wil mijn verhaal afmaken, dames en heren, om te zeggen dat als Griekenland hier zelfs maar tweede eindigt in het kampioenschap, dat het basketbal in Griekenland gewonnen heeft. Het is ontzettend hoe hier basketbalvelden als paddenstoelen uit de grond komen. Iedere jongeman droomt er natuurlijk van om Nikos Galis te worden. Dat is zo. Het zit duidelijk in de lift hier. Dat is alles samen nu een 0-5, dat wordt eindelijk een 1-6. En Christodoulou is de man die scoort. 6 punten achterstand voor Griekenland. Yannakis was daar bijna in de fout tegen Walter. Dat gebeurt nu. De eerste keer was al op het randje af.
1 plus 1, zegt de scheidsrechter inderdaad, want Griekenland zit al lang over de 7 fouten. En voor Yannakis is dat de 4e fout. Bal is Walters van Riga. Op het Europees kampioenschap 81 werd hij al de rookie aangewezen. Terwijl hier de wedstrijd stilgelegd wordt omdat een van de officiëlen aan de tafel het bewustzijn heeft verloren. Dat is David Turner, de man van de technische commissie die nu, kijk daar komt hij, zag hem zo van zijn stoel afglijden. Je ziet de lijkbleek, ja. Het gaat, zegt Turner. Weet, is duidelijk aangeslagen, weet niet wat er gebeurt. Toch hebben de scheidsrechters de wedstrijd stilgelegd. Heeft geen officiële functie in de wedstrijd. David Turner is wel de grote man achter de scheidsrechters. De technische assistent van Stankovic, hij duidt de referees aan. Ga ermee door, zegt hij. Het was maar even een moeilijk moment. It's okay, ja, het is iemand die uit Groot-Brittannië komt. Kan dat nog met wat flegme opnemen. Maar we zagen die net voor ons gebeuren. Ik reed zo onder de tafel. Ik krijg nu assistentie. En we kunnen doorgaan bij 69-63. En met op de vrijworplijn Valdis Walter. Heeft al die eerste vrijworp omgezet. Komelski is even komen informeren of men de zaken wel nog goed bijhoudt. Super! En dat zal wel lof zijn voor de Griekse ploeg. Tweede, laatste vrijworp voor Walter. En die gaat ook binnen. 2 op 2 voor de vrije worpen en hij is aan zijn 16e punt toe. 8 punten achterstand. Nanu Christodoulou die daar net scoorde. Oh, een 3-punter. 22, 2 meter 3. En Griekenland weer in de wedstrijd. Maar 5 punten. Ze maken er nog een waar spektakel van. De Grieken. Komitsis beter dan in de eerste helft. En het publiek heeft weer moed gepakt nu. Katschenko. Blijf eraf, Fazulas. Je kan er alleen maar je vingers aan verbranden. En hij doet dat ook. 7 punten voorsprong. Sovjet-Unie voor Katschenko. Is dat de 10e punt? Maar voor de mensen die Sabonis hebben zien spelen met Kaunas. Natuurlijk een heel andere speler. Dat is publiciteit voor het basketbal. Deze man blijft toch een logge vent van 2,20 meter. Al heeft hij sinds enkele jaren al wat meer beweging in de voet. Loopfout van Walter. Een internationaal ziet dat niet graag fluiten. Kijk, dat gebeurt hier. Ja, ja, bal uit de hand. En dan weer. Vooral de Canadees vind ik zeer goed. En hier de coach. Probeert een spelers wijs te maken dat ze nog moeten in geloven. Ook Yannakis die daar staat met zijn 4 fouten. Dat is de man met het nummer 6. Fazulas ook met 4. Topscorer is Galis 25, maar die is stilgevallen. Er zit wat roest in de loop. En hier Gomelski, Katschenko toprebound en natuurlijk met 15 rebound. En we hebben nog 6 minuten en 44 seconden te goed. Balvoordeel is voor Griekenland. 7 punten achter. Vooral voor die Nikopoulos nog geen seconde mogen. 29. De Nanu gaat door. Fout dakgoot van Katschenko. Ja, wat kan je doen, zegt hij. Zag de bal.
Ik klopte ernaar, maar er was natuurlijk vergeten dat de bal al in dalende lijn was. Zo komt Griekenland op 5 punten. Komitsjes. Straftraining heeft goed gedaan. Zijn derde punt. Kalis, dat is de man die de wedstrijd kan doen kantelen. Assist voor Christodoulou met twee verdedigers bij zich. En het is Marciulenis die de fout krijgt, dacht ik. Kachenko wenkt aan Marciulenis dat het zijn man was, die Christodoulou. En hij moet eruit. Spijtig. Voor Marciulenis, kan het niet geloven. 5 keer is Olympios hier op het scherm, dat is de mascotte van het Europees kampioenschap. En die ooievaar verschijnt als er iets met fouten te maken heeft. Christodoulou. Los uit de hand. Zijn 9e punt scoort hij. Het was zijn eerste vrijworp. Dit is zijn tweede. En Yannakis. Kachenko mocht de bal aanraken. De bal had de ring geraakt. Maar klopte die dan in de handen van Yannakis en die brengt de stand op 75-71. 4 punten achterstand Griekenland. Jovacha. Hard duel daar weer. Maar Gallis is de man die het moet doen. Zit daar duidelijk in de greep van Komitsjes. En Yannakis. Alweer binnen op 3 punten achterstand. 3 punten van Yannakis. Doet de wedstrijd weer. Zowaar ontploffen, want 3 punten achterstand, dat is met 1-3 punten goed te maken. Fout van Christodoulou, zegt de scheidsrechter. Yannakis was daar bij zijn 10e punt. Terwijl we hier nog eens kijken naar, we moeten nummer 15 volgen links daar. Een elleboogje en dan een fout tegenover Pankrasjkin. En Yannakis is natuurlijk als routinier meer dan 200 selecties, speelt één op het publiek. Nog 5 minuten 16 seconden. Pankrasjkin was zonder veel concentratie gegooid die vrije worp. Maar daar is hij terug en nu scoort hij wel. 8 punten voor hem. En de Sovjet-Unie 6 punten voor. Wanneer scoort Gallis nog eens? Maar Komitsjes heeft prachtig. Oh, daar! Bal over de helft van Griekenland. Yannakis moest dat doen, anders was het toch balvoordeel Sovjet-Unie. Het is nog goed uitgevallen. Oh, dat was een zware steek die Vazulas daar niet vallen. Boven Pankrasjkin. Rebound Tkachenko. Vazulas en Gallis, de mannen die het moeten doen, doen het niet meer. Het hangt nu allemaal van onberekenbare feiten af. Terwijl Komitsjes met het nummer 7 stilaan zijn zwakke eerste helft goed maakt. Hij houdt Gallis volledig uit de wedstrijd. 82-74, 8 punten achterstand. Yannakis. Daar is de scoremachine. Kan hij nog eens? Ja! Misschien wordt dat weer de worp van het vertrouwen. Het was minuten geleden dat hij nog had gescoord. Staat hij op 28 punten. Nog 5. Komitsjes rond Gallis. En die begaat een fout. Geen fout, zegt hij. Het is een zijn derde ook. Gaan we hier zien. Probeert achteraan de bal mee te pikken. Ja, duidelijke fout van Gallis. De lijfwacht, Komitsjes. Kan geen gebruik maken van die kansen om de Sovjet-Unie 7 punten voor te brengen. Het blijft nu 5 punten voor. 3 punten, nee, niet erin. Yananou mislukt met 3 punten bij de rebound en binnen. Als de taaiste rubber is die Griekse ploeg nu weerwerk aan het bieden tegen het talent van de Sovjet-Unie.
Het is basketbal met het grote hart, dames en heren. Wat sportlui zo mooi kan maken. De limiet van de pijn is ook voor deze man al lang overschreden. Voor Gallis, maar blijven doorvechten, dat is het. Nu weg voor een driepunter, scoort niet. Dat was de kans en nu op de fastbreak. Comicius met een fout van... Het was niks anders te doen voor Jonanu. Gallis probeerde daar met een risicoworp met een driepunter de stand in evenwicht te brengen. Nu blijft Griekenland natuurlijk drie punten achter en komen er vrije worpen. Terwijl Volkov inkomt. Daar is hij met het nummer 4. In de eerste helft kwam hij tot 4 punten. 2 vrije worpen en 1 worp van 2 punten. En Comicius op de vrijworplijn. Hij heeft lange tijd een prop in de loop kunnen steken van de scoremachine. Gallis. Die is daar net weer aan bod gekomen. Vrijworp Comicius binnen. 3 op 8. Maar in de vrijworpen kan hij nu aan 2 op 3 komen. En aan zijn 8e punt. En dat doet hij ook. Pomelski. Dat is een ploeg voor. Nog minder dan 3 minuten. Uit een onmogelijke positie Christodoulou. In de fout. Tussenkomst, ja, niet zuiver op de graad. Tuurlijk moet er rekening mee houden. 2 meter 20. Zo'n spierenbundel kan je niet beheersen. Zoals iemand, kijk, het is wat onder de voorhamer valt, die ligt neer. En in dit geval was het dus de man met het nummer 14, Jonanu. Voor Katschenko is dat de 4e fout. We zijn op 2 minuten 49 van het einde. Nog iemand die van achterom van die gesnorde reus van 2 meter 20. Als Christodoulou de vrijworpen kan omzetten, komt men op 84-81. Alweer dus 1 driepunter verschil zoals daarnet. Er is een wijziging gekomen nu in de ploeg van de Sovjet-Unie. Comicius blijft erin. Volkov, die 30 seconden op het veld is geweest, die moet er weer uit. En het is Valery Goborov die inkomt. En dat betekent dat Komelski aan zijn spelers heel waarschijnlijk voorzichtigheid zal opleggen nu met Valters, Jovasha, Comicius en de twee reuzen Goborov en Katschenko. Christodoulou. 84-80. Nu kan het 1 driepunter verschil worden. Nee. Christodoulou in zijn vrije worpen 2 op 4. En dat kan doorwegen natuurlijk. Want vertrouwen alleen dat je weet dat je met 1 worp gelijk kan komen. Dat kan meespelen. Oh, Goborov gaat nu een screen zetten met de ellebogen breed open. Oh, Vazelov. Duel Katschenko, iemand heeft er aan de ring gehangen. Dat was, en dat gaat Yannakis ook vertellen aan de scheidsrechter. Fazulas krijgt de fout daar. Mochten we de ring zien, dan gaan we dat kunnen meemaken. Hier komt Katschenko. Bal gaat eruit. Het bord wiebelt heen en weer, maar de bewering van Fazulas... Dat iemand aan de ring heeft getrokken, blijkt niet juist te zijn. En de man met het nummer 13 voor de journalisten hier krijgt met deze overtreding op Katschenko. Ja, het kan toch zijn dat Goborov daar de korf even heeft meegetrokken. En die Fazulas, de beste op 2 na van het toernooi, zit nu op de bank. Hij heeft zijn 5e fout gekregen. 85, 80, 86, 80. Stoïcijns kalm, 4 op 4 in de vrije worpen van Katschenko, maar in de gewone worpen 5 op 13. Gaboris, wie neemt de verantwoordelijkheid? 3 punten, Jonanu, en die gaat binnen. Oh, we hebben nog niet alles gezien. Jonanu,
achtste punt. Met een driepunter. En alweer één driepunter verschil tussen de Sovjet-Unie. Met een fout van Yannakis. En nu vallen de spelers als bladeren van de bomen. Eerst Pazulas. Nu een fout voor Yannakis. Die stond er al met vier. Dit is de vijfde. En ook hij moet eruit. Gaat nog wat blaffen tegen de Spaanse scheidsrechter. Maar dat is het nummer vijf. Als de spelers dat zien, weten ze wat het betekent. En dat moet natuurlijk het vertrouwen van de Grieken erg aanvreten. Yannakis is nog niet van het veld. Kijk, loopt daar langs de baseline. Maakt een wegwerpgebaar tot de scheidsrechter Sankjes. Krijgt applaus heel terecht van het publiek hier. Met zijn 10 punten. 1 op 5 in de gewone worpen. 2 op 7 voor de 3 punten. En nu de kalmte in persoon. Walters, 17e punt. Brengt hij de Sovjet-Unie 5 punten voor? Nee, het blijft op 4 balvoordeel voor Andritsov. Nog 1 minuut 56. Galis ontwaakt en dan hebben we nog wat te goed. Maar het zit in de greep van die man daar, van Komisius met nummer 7. Kijk, snijdt binnen. Nog eens proberen. Christodoulou, Katschenko. Niet erin. Oh, dat is tegenslag. Vijfde fout van Katschenko. Galis, ja, nu scoort hij wel. 2 punten achterstand voor Griekenland. Nog 1:31. Griekse bankrecht. 16.000 mensen. Fluiten de Sovjet-Unie van het veld. Maar Homelski staat tot kalmte aan. De Komisius scoort. En dat is de man die het voor mij heeft waargemaakt. Hij heeft Galis. Daar zijn ze het koppel. 7 en 4. Volledig lam gelegd. Galis met slechts 30 punten. Dat is pijnlijk voor hem. En nu 4 punten achterstand. Een 3 punten en een fout is genoeg. Maar dat zou misschien te veel. Galis rond Katschenko. Binnen. Hij is ontwaakt. 2 op 2. Het is niet meer dat de spitsen lopen. Die versnellingen. Het gaat voorzichtiger nu. 1 korf achterstand voor Griekenland. Nog 50 seconden. Komitius tegenover Galis. En daar duel. Kabouris. Geen fout. Griekenland kan gelijk komen nu. In balbezit. Galis. Wat doet hij? Assist. Gaat de bal binnen? Nee. Fout van Katschenko. En die vliegt eruit. Dat is zijn vijfde. Man kijkt boos. Zijn ogen zijn kogels. Mocht hij daar de haan kunnen tegenaan drukken, dan zou hij dat doen. En dat zou natuurlijk in de richting gaan van de scheidsrechter. Nummer 5 gaat de hoogte in voor Katschenko. 2 vrije worpen. De Griekse coach heeft een minuut gevraagd, maar de scheidsrechter gaat hem terugwijzen nu. Onvoorstelbaar spanningsveld brengt de wedstrijd nu. En wat een verantwoordelijkheid voor de man met het nummer 12 die op de vrijworplijn moet komen. Liveris Androt, 27 jaar, de forward van Panathinaikos Athene. 2 meter en 2, 135 keer internationaal. 4 puntjes tot nog toe. Geen enkele vrijworp mogen nemen, wel een 2 op 2 als shot. Geen enkel punt in de tweede helft ook. En met die 2 vrijworpen kan hij Griekenland op gelijke hoogte brengen. In totaal al 25 fouten in de tweede helft. 11 voor de Sovjet-Unie, 14 voor Griekenland. Eruit zijn Katschenko bij de Sovjet-Unie en Marcelenis. Bij Griekenland met 5 fouten Yannakis en Pazulas. Maar nu volgen. Volle spanning, Andritsov. Eerste weg binnen. Knikkende knieën moet die man hebben nu. Want een mirakel in basketbal. Ik zal niet zeggen dat het zich aan het voltrekken is, maar het ligt er erg dichtbij. Ja, bal gaat binnen. En we zijn gelijk. 89-89. Nog 27 seconden. Walters, Jovasha. Een fout is dodelijk. Walters probeert. Bal, Christodoulou.
Nog 14 seconden. Hij moet de bal weggooien en dat doet hij ook. Als deze aanval een kort wordt, dan is Griekenland Europees kampioen. Daar gaat Ioannou. Scoort niet. Oh, wat was dat spijtig. Daar stond Andritsos. Laatste seconde. Jovaša scoort die. Ja. Daar telt de korf. Scheidsrechter heeft teken gedaan dat de korf telt. Tuiner die daar net in bezwijming is gevallen. Die staat stoïcijns kalm recht. Dat is de arm van Tuiner. Iedereen naar de tafel. Ik heb de scheidsrechter duidelijk de beweging zien doen dat de korf telt. Vingers gingen naar beneden zoals dat voorgeschreven is in de reglementen. Tuiner staat recht. Hij houdt van een beetje show. En nu gaat hij de spanning houden. 16.000 mensen. 40 televisiestations. Zoveel fotografen en de scheidsrechter. Iedereen wacht op het gebaar van David Tuiner, de technische directeur van de FIBA. Daar komt de Canadese scheidsrechter even praten met Tuiner. Daar is Richard Steeves. Wat wordt beslist, wat wordt gezegd? Oor in oor zijn ze. Niemand mag horen wat gezegd wordt. Ik heb de Canadese scheidsrechter duidelijk teken zien doen, Korf, dat die getuigenis stelt niet mee. En wat zegt de scheidsrechter? Gomelski snauwt tot Tuiner. Geen korf, zegt hij. We hebben extra times te goed. Wel, dames en heren, ik mag u heel eerlijk vertellen dat de scheidsrechter hier net voor mij de beweging heeft gemaakt. Korf, daar is hij, de man. Gomelski heeft dat gezien, doet hem duidelijk teken. Het is nu eenmaal zo dat als de scheidsrechter zegt korf, dat de tafelcommissaris moet zeggen of de tijd voorbij was of niet. Dat hebben we in België ook al gehad. Het kan zijn dat de scheidsrechter bijvoorbeeld het signaal niet heeft gehoord. Stankovic ook op het veld. Deze beker is voorlopig nog niet voor de Sovjet-Unie. Gomelski aanvaardt de beslissing. Ik zie David Tuiner nu even weggaan. Het wordt te veel voor hem, gaat op het veld. En we zijn bij 89-89. Onvoorstelbaar, die laatste seconde. Ioannou had het in de hand. En dan die korf. Gomelski. Het is een grijnslag. Wij hebben extra times te goed. Een prachtige, prachtige ontknoping. De Grieken hebben het in de hand gehad in die laatste seconden. En dan de timing van München 72 zat volgens de tafel ergens in de fout. Maar wat een spanningsveld. 16.000 mensen keken naar die ene man, naar David Tuiner. Wij ook, iedereen. Ook de coach van Griekenland. En het blijft bij 89-89. Iedereen veert recht. Tot in de nok hangen ze. En nu, wie kan het sterkst weerstand bieden aan de Zeeuwen? Het hangt van zeer weinig af. Voor Griekenland staat Kabour is onder meer op het veld met 4 fouten. Ioannou is er. Andritsos is er. Christodoulou is er. En ook Nikos Galis. Gomelski Galis, mooi in de sport. Heerlijk mooi. Ik wens het beste aan de coach van de Sovjet-Unie. En dat doet Gomelski van zijn kant aan Galis. Galis gaat trouwens een handje geven aan de 5 spelers van de Sovjet-Unie die gewisseld hebben. Want Tichonenko is erin gekomen. Niet bloed. Tarakanov ook. Van Kraschkin, Onisius. En Katschenko, ja, die heeft 5 fouten. Van Kraschkin is nu de portenveger met die. Tarakanov, Komitius en afwachten nu. Op het bord staan 5 minuten. 5 extra minuten om uit te maken wie de Europese titel krijgt. Balvoordeel voor Griekenland. Komelski daar, recht langs de zijlijn. Ioannou, Galis. Heeft wat kunnen uitrusten, kan hij nog scoren? Ja! 3-3. En een fout bovenop. Zegt de scheidsrechter, daar komt hij. Van Kraschkin gaat mee. Weet u, een mooie schijnbeweging. De fout is van Viktor Van Kraschkin.
Dat is zijn tweede. Griekenland 2 punten voor en dat kunnen er 3 worden. Nee, die kans laat de Gallus liggen. Vrij worpen 5-9. Andere worpen 13-21. Eén korf van 2 punten achterstand voor de Sovjet-Unie. Tarakanov. Het is lang geleden dat een Europees kampioenschap nog met extra time te betrachten is geweest. En lang geleden dat de Sovjet-Unie nog zo in nood is geweest in een Europese finale. Komitjes, foute worp, rebound. En zelfs de invallers komen nu boven aan Dritsos. Gallis. Rond Valters, daar is hij weer. Net alsof het een nieuwe wedstrijd is en hij scoort weer. 4-4 voor Gallis. Minutenlang niet te zien geweest. En dan naar het einde van de wedstrijd is hij weer boven water gekomen. Griekenland 4 punten voor, nog 4 minuten. En dat is lang. Mooie 3-punter van Valters. Dat is voor Valters het 20ste punt. 1 punt voorsprong Griekenland. Dromen zou je doen om zo'n wedstrijd te mogen beleven. En in zo'n sfeer. En ondanks die paar incidenten, echt sportieve sfeer, met de Gallis nu, is wat gaan vluchten van Komitjes. Daar komt Janu, de man die de kans niet liggen op het einde, nu weer fout. Christodoulou, kan die boven Pankraschkin? Bal huppelt binnen, maar loopt fout, zegt de scheidsrechter. Hij krijgt de korf niet. Oh, wat hebben we hier allemaal beleefd. Zeer rustig, Valters weer. En hij brengt de score op 95-93. 2 3-punters na elkaar. Hij heeft wat de 3-punters betreft een 4-9. Geef de bal aan Gallis. Nu mag het weer. Christodoulou boven iedereen uit. Dribbelfout natuurlijk, ja. Dat is logisch. Die beslissing van de scheidsrechter. De bal in de hand. De bal stuiterde. Niemand van de Grieken kwam eraan. Christodoulou wel. En nu 95-93. 2 punten voorsprong voor de Sovjet-Unie. Nog 3 minuten. En nu de bui weer boven het veld. Dan mag Jovascha weer inkomen. Moeilijke omstandigheden voor het nummer 13 van de Sovjet-Unie. En het is Ikonenko die eruit moet. Valters, dat is Jovascha. Agressief verdedigd door Christodoulou. Geen fout voorlopig. En nu wel. Fout is dat van Liveris Andritsov. Eerste fout. Komelski wenkt aan zijn captain wat de beslissing is. 12 fouten voor de Sovjet-Unie, 15 voor Griekenland. 27 in totaal. En op de vrijworplijn staat Sergej Tarakanov van CSKA Moskou. 2 puntjes tot nog toe. Een 1 op 2, dat zijn er 3. En nu kan de Sovjet-Unie 4 punten voorkomen. Dat hadden ze daarnet ook op 2 minuten van het einde. Nu nog 2-43. 28, Tarakanov. En het blijft bij 1 vrije worp. En een fout van Jovascha. Ja, kan het deze scheidsrechter schudt hier nogal wat verrassingen uit de mouw. Hij heeft nu in de rebound een fout gezien van het nummer 13 van Jovascha. En vermindert dat de Sovjet-Unie, net als Griekenland trouwens, over de kaap van de 7 fouten is, komen er nu aan de overzijde vrije worpen van Liveris Andritsos. Dat is de eerste. En die gaat binnen. Zo wordt het. 96-94. 2 punten verschil. En nu kan Griekenland op 1 punt komen. Het is de langste dag voor de man die daar net in beeld was. Voor de coach, maar ook voor deze man. Andritsos. Tweede vrije worp gaat ook binnen. Dat is zijn 8e punt. En de Grieken 1 punt achter. Nog 2 minuten 30. Valters. Valters neemt de verantwoordelijkheid. Beetje overmoedig was dat. Maar de rebound is voor Tarakanov. En Tarakanov maakt
zijn tweede score van 2 punten staat nu aan 5 punten. 3 punten weer tussen de Sovjet-Unie en Griekenland. Galis heeft weer commissies op de huid gekregen. Daar is Andritsos binnen. 1 punt achter voor Griekenland. Zoals ik daarnet zei, het stage te leren is niet in staat zo weerwerk te bieden aan alles wat het op de weg kan ontmoeten als deze ploeg. Kabouris tegen de plank daar, balvoordeel Griekenland. Galis door, 1 tegen 1 met Walter. 1 tegen 3 wordt het nu. Galis door, Walter glijdt uit en Galis ernaast. Maar er is een fout gezien van Walter. Even werd het koud in de zaal, want de worp van Galis ging ernaast. Kijk, hier komt dat. En Galis ernaast, maar Walter die was uitgegleden. Die kreeg zijn derde fout. Nikos Galis, 36 punten, het hoogtepunt uit zijn carrière. Deze Europese kampioenschappen. Staat aan 36 punten. Terwijl de coach daar nog wat onderrichtingen geeft aan Jonanu. En Galis heeft in de vrije worpen tot nog toe een 5 op 9. Dat is niet zo denderend, maar kijk eens, 98, 97, nog 1 minuut 36. Twee vrije worpen omzetten en Griekenland komt voor. Galis, gemiddeld 36 punten in het toernooi hier. Daar kan hij nu boven gaan. En dat zijn er 37. ...29 jaar, in Amerika ook, lange jaren geschoold. De dokter in economie heeft het goed uitgekiend. Op 1 minuut 34 van het einde brengt de Griekenland 1 punt voor. Maar in basketbal is 1 minuut een eeuwigheid. Walter, daarnet 2-3 punten, nu baseline. Andritsov in de fout. Dat worden vrije worpen voor Walters. En nu moet weer die Atsja inkomen. Daar is de fout van Andritsov. Nummer 13 mag weer inkomen. Kijk, daar is hij. Homelski speelde toch wel niet fraai met deze speler. Sergej Jovasja. Shotgemiddelde van 71% in de voorbije wedstrijd. En nu alleen erin komen als de ploeg op drijfstand staat. Eerste vrijworp gaat ernaast. Trouwens, duidelijk niet geconcentreerd. Walter, 3 op 5 is hij. Wat de vrijworpen betreft, 4 op 10 bij de 3 punters. En het balvoordeel Griekenland, ja. Ja, ja. 1 minuut 19. Griekenland 1 punt voor. Nu moeten we goed uitkijken wat het wordt. En Komisius gaat zich nu al bij Galis opstellen. Daar is Galis. Die zal nu proberen fouten uit te lokken. Moet op 10 seconden aan de andere kant zijn. Ioannou. En de klok. 13 seconden nog. Mogen ze de bal houden. Dan moet er een worp vertrekken. Galis snijdt binnen. Christodoulou. Voor Galis. Assist. Bal gaat binnen. Oh, nog 50 seconden. Griekenland 3 punten voor. Galis daar. En nu. Ik zal ze nu laten scoren. Ja, niks doen. En dan proberen. Dat was die Jovasja weer. Wat ik zei, dat die man, de ploeg van Gomelski, echt heeft gered in de moeilijke momenten. En telkens, als het dan weer wat beter gaat, moet die brave man naar de bank toe. Zou die dat in Canada al beleefd hebben? Zo'n wedstrijd. Nog 36 seconden. Stand is gelijk. 101, 101. Na die laatste worp van Jovasja. Ik zie hem hier staan met een 4 op 4 wat de 3 punten betreft. 2 op 7 de gewone worpen. En 1 bonusvrije worp omgezet. Een totaal van 17 punten en 2 fouten. En nu balvoordeel voor Griekenland. 36 seconden. Kunnen het dus niet uitdribbelen. Nu full court press natuurlijk. Galis
en zal wellicht proberen de 30 seconden tot het einde rond te maken. En dan heeft de Sovjeten nu allicht nog te weinig seconden om er iets mee te doen. Gallus rond. Comicius wilde duidelijk een fout uitlokken. Dat deed Comicius niet. Andritsos. Gallus zoeken. Daar is hij. Nog 8 seconden voor Andritsos. Yonanu die daarnet miste en doet dat nu weer. Ja, maar Riban Kabur is aan een fout op hem. Een fout op hem van Hopperov. Yannakis kan het niet geloven. Hij de routinier. 201 selecties. En hij is de wanhoop nabij. 101, 101. Nog 4 seconden. En het is de man met het nummer 7, Argyrios Kabouris, die naar de vrijworplijn zal moeten stappen. Hij heeft wat de vrijworpen betreft er eentje mogen nemen en die ging ernaast. Voor de gewone worpen had, heeft hij een 4 op 8, dat is 50%, komt aan een totaal van 8 punten. Nog 4 seconden. Mag het zo stellen, 1 vrije worp binnen. En dat is voor Kabouris en voor Griekenland bijna genoeg om Europees kampioen te worden. Maar 1 moet er binnen gaan. En noteer wel, hij mag er 2 nemen. Hij was dus een doelpoging aan het ondernemen. Mag zeker 2 keer aanleggen. Dit is de eerste. En die gaat binnen. Nu staat Griekenland 101. 100. En 2 voor. Wat wordt het nu? Er zijn nog 4 seconden te spelen dan. In München was 3 seconden genoeg voor de Sovjet-Unie. Nu begint te tellen. Nu. Tegen het bord. Wedstrijd is gedaan. Onvoorstelbaar, dames en heren. Griekenland wordt Europees kampioen in het basketbal. 103, 101. We worden hier omhelst door mensen die wij voor de eerste keer in ons leven zien. De zaal staat hier op de kop. Griekenland Europees kampioen. De ploeg met het rijke talent. De ploeg van de Sovjet-Unie. Geklopt in de extra time. Al is die ploeg, dat moet ik er blijven aan toevoegen. Aan het eind van de normale speltijd. Zeker niet bevoordeeld door de tafel hier. Waanzinnig wat Griekenland zal beleven. 103, 101. Deze Europese beker is voor het eerst voor Griekenland. En mag ik even het palmarès van Griekenland doornemen in vergelijking tot de Sovjet-Unie. 14 keer Europees kampioen de Sovjet-Unie. Nu de 20e keer deelgenomen. Slechtste prestatie, een 3e plaats. En die ploeg van Griekenland heeft aan een 3e plaats de sterkste prestatie overgehouden sinds het Europees heeft mogen meedraaien. 11 keer deelgenomen, 3e in 49 bij de allereerste keer in Cairo en verder 2 keer een 8e plaats. Dat is al wat men heeft gehad. 10e, bescheiden ploeg op het wereldkampioenschap vorig jaar in Spanje. Nu niet geplaatst voor deze kampioenschappen, maar omdat het organiseerde, mocht het wel meedoen. Onvoorstelbaar hoe deze ploeg hier het zo rijke spelerstalent van de Sovjet-Unie heeft geklopt. Maar toch even toch oog voor de cijfers ook. De cijfers van de wedstrijd. Hoe kwamen die 103 punten van Griekenland op het bord? Gallis scoorde 40. Werd wakker net op het gepaste moment toen het moest naar het einde van de normale speeltijd. En in de extra time Yannakis maakte er 10. Kabouris 10. Romanides 3. Andritsos 10. Vazulas 12. Yonanu 8. Christodoulou 15. Kijk, dat is al een wedstrijdbeeld, zou ik zeggen, van buiten. In de zaal al is men een camera naar buiten gaan zetten, want mensen zijn niet binnengeraakt, omdat er hier geen enkele plaats meer overbleef. Het wordt een dolle nacht voor Athene. Even ook de punten van de spelers van de Sovjet-Unie. Volkov 4, Tarakanov 5, Comicius 10, Walters 23, Katschenko 14, Marchene 16, Jovasha 17, Pankraskin 8 en Goperov 4. En het verwondert mij dat niet meer mensen hier hebben moeten dulden wat de tafelcommissaris Steiner. Ja, maar nu worden er toch wel weggebracht terwijl hier flessen spuitwater over ons hoofd heen worden uitgestrooid. Ik hoopte maar dat het champagne mocht zijn, maar het is slechts spuitwater. Worden hier nu door de
mensen van het Rode Kruis. Ik zie voor mij 4-5 mensen weggebracht. Zij kunnen het niet verwerken dat deze ploeg Europees kampioen is geworden. Zij die het hebben moeten missen buiten, die zijn met de wagen onderweg. De feesten vieren. Griekenland Europees kampioen basketbal. Het basketbalmirakel zoals ik daarnet al aangaf, dat voor mij even groot is als die titel van de Sovjet-Unie in de laatste 3 seconden van de Olympische Spelen 72 in München. Daar staat het podium en dat geeft mij meteen de kans, dames en heren, om de volledige uitslag van dit kampioenschap mee te delen. Terwijl hier Nico Galis op de 29e, op de mooiste dag van zijn basketbalcarrière, wordt omhelst. Europees kampioen, Griekenland op de 2e plaats, Sovjet-Unie op de 3e plaats. Countdown wordt gespeeld, misschien niet zo vriendelijk tegenover die mooie ploeg van de Sovjet-Unie die heeft verloren. Op de 3e plaats Joegoslavië, 4e plaats Spanje, 5e Italië, 6e West-Duitsland, 7e Polen, 8e Tsjechoslowakije, 9e Frankrijk, 10e Nederland, 11e Israël, 12e Roemenië. De eerste 8 die zijn al geplaatst voor de volgende Europese kampioenschappen. Er komt een totaal nieuwe formule. Frankrijk, Nederland, Israël, Roemenië moeten uitkomen in een 2e ronde. Maar eerst moet er dan nog een challenge round gespeeld worden waar ook België aan deelneemt. En die challenge round wordt in België in Charleroi gehouden. Maar het is lang niet zeker. De dolle nacht in Athene begint. Men is hier duidelijk in de buurt van het water, dat zal de hete hoofden plezier doen. Daarmee zal men wat kunnen afkoelen. Er is hier een prachtige vijver in de omgeving van het stadion. Maar we zijn nog niet thuis voor dit voetbalmirakel dat zich heeft voltrokken in het stadion van de sport en van de vriendschap en van de vrede in Athene. Waar de finale prachtig is gespeeld en waar ik toch wel bijzonder veel waardering moet opbrengen voor de acteur die ook in de momenten dat wij zelf aan de toeschouwers vrezen dat de soep zou overkoken, die precies in die momenten hebben begrepen dat men sportief moest blijven en die van dit spektakel een groot spektakel hebben gemaakt. Kijk, daar staat alles klaar. Dat is al buiten. Dat zijn buitenbeelden. Niemand moet hier denken dat men in de eerstkomende minuten naar het hotel zal teruggaan. Al zijn we zeker dat wat de veiligheid betreft de zaak hier verzekerd is. We hebben trouwens gisteren een evacuatiepoging meegemaakt. In 3 minuten liep de ganse boel hier leeg. Daar geen gevaar voor. Het basketbal heeft hier een prachtige hoogdag beleefd. Met de titel van Griekenland. Moet wat zijn voor de eerste minister, voor de president. Voor Melina Mercouri, de minister van cultuur, die dat mogen beleven. De final countdown. Misschien wel de final countdown voor Athene 1996. Ik praat wat door, want wat we hier te zien krijgen is toch uniek in de sfeer van het basketbal. Dat zo'n publiek, dat zo'n 16.000 mensen